Welkom weer bij een nieuwe video. Ik ga lekker naar Fjodor. Het is ontzettend mooi weer, lekker buiten. Het zonnetje schijnt lekker. Ik denk dat ik even een manen tutorial laat zien. Hoe knip je Fjodormanen? Oké, nou is Fjodor niet het ideale showmodel hiervoor, want hij kan absoluut niet stil blijven staan. Maar ik ga mijn uiterste best voor jullie doen om in ieder geval een beetje te laten zien hoe je de Fjodormanen in een mooie boog kan knippen. Ik zou zeggen, laten we even naar Fjodor gaan. Wat hebben we nodig? Een spons om het nat te maken. Een goede schaar. En voor heel veel geduld. Hoi. Eerst maken we de maan even nat. Dat het zwarte meestal ongeveer een centimeter boven het witte uitsteekt. Een lange pluk, die laat ik gewoon bij hem groeien. Dat is echt iets wat ja, Fjodor Hengsten meestal hebben, maar ik vind het wel stoer als Fjodor dat ook heeft. Echt, ik kan het niet zo mooi rond hoor. Maar er zijn mensen die kunnen echt zulke kunstwerken ervan maken. Ik laat jullie wel even een paar foto's nu zien. Nou, deze kant is wel aardig mooi al geworden. Ik ga nu even naar de andere kant. En dan kijk ik straks nog even of ik erbij kan werken. Nou, tada! Het is nog niet helemaal, hier is nog korter, maar goed. Dus ik vind hem goed. Na een hele lange tijd zich te gedaan hebben. Even kijken naar de andere kant. Ja. Ik zeg niks meer aan doen. En na het knippen gaat het natuurlijk ontzettend jeuken, al die kleine haartjes, hè? Dus breng ik hem zo even naar buiten, mag hij even lekker rollenbollen. Wietje! Ze vestigen, hè? Nou, ga je mee naar buiten? Kom maar. Lekker even rollenbollen. Oh, pas op. Lekker weer, hè? Lekker rollenbollen. Mama, het is lekker schoonmaken.
Nou, eens kijken wat hij gaat doen. Eerst even dit ding dicht doen. Kom maar lekker rollen. Ik hoop dat Fjodor net zo blij is met zijn kapsel als ik. Ja! En ik zou zeggen bedankt voor het kijken van deze video. En tot de volgende keer.